Dat begon als één hotel aan de rand van Schiphol, is uitgegroeid tot een wereldwijd imperium. Niet voor niks ontwikkelt het bedrijf dit jaar een monsterinvestering van 750 miljoen euro. Hoe ze werken aan een high-tech hotelketen en waarom ze geen sollicitaties hebben, maar casting days, daarover praat ik met mijn gast, co-founder van Citizen M, Michael Levy. Michael, welkom. Dank je. 750 miljoen euro, krijg je dat makkelijk op? Ja, dat gaat heel makkelijk. <laughs> ja. het klinkt, het klinkt nou, ik denk dat groot, je het zo he? moet zien dat uh, veel hotels uh, uh, hebben vaak niet het onroerend goed en eigendom. Uh, een eigendom, een asset-light uh, achtige structuur waarbij of management of franchising plaatsvindt. Dus dan zijn uh, in volume heel veel hotels, mm -hmm. maar een eigendom heel klein. Uh, wij zijn een owner-operator. En uh, ontwikkelen hotels en uh, bouwen ze en, en, en runnen ze natuurlijk uh, ook. En uh, daardoor heb je veel meer kapitaal nodig, veel kapitaal intensiever. Dus ja, want je bent op dit moment ongeveer 23 hotels aan het ontwikkelen. Uh, ik was met je aan het berekenen, wat kost het nou om een gemiddeld hotel te bouwen? Nou, die details geven we niet, uh, niet uit handen. Maar je moet het zo zien dat je hebt natuurlijk het onroerend goed. Ja. Dus wij kopen aan, ontwikkelen. Uh, en het onroerend goed heeft natuurlijk een, een zware druk. Uh, in plaats van alleen maar een, een, een lease uh, die uh, vele management of, of, of franchise's uh, betalen. Waarom die keuze dan? Om het zelf in, uh, in eigen hand te hebben. Want je kan natuurlijk ook zeggen, als we dit geld zouden investeren in uh, alleen de concepten ontwikkelen op bestaande locaties, dan groei je keihard. Uh, ja en nee. Want namelijk, uh, uh, dan zou je een hard-branded franchise moeten zijn. Hè? Een, een McDonald's is een hard branded franchise. Dus als eigenaar mag je alleen maar 100% doen wat uh, McDonald's wil. En ja. je hebt je te houden eraan, anders heb je geen rechten meer. Nee, dat kan, uh, maar je kan natuurlijk ook de, de, de panden huren en het concept neerzetten. Dat je het wel het concept in eigen hand. Maar dat gebeurt natuurlijk veel in onze industrie. En dan zie je toch dat de invloed van de eigenaren en de druk op het veranderen van allerlei componenten groter is. En uh, natuurlijk, een restaurant is een iets meer cookie achtig model dan een hotel. Dus willen wij een brand uh, bouwen, een merknaam opbouwen... en willen we consistentie in ons product hebben... is het veel makkelijker om het allemaal in eigen beheer te hebben. En wij zijn ervan overtuigd dat, uh, dat het voor ons een, een beter proces is... om echt ook die hele ontwikkeling uh, uh, daarbij te doen. Je zei net eventjes toen we achter zaten... dat je eigenlijk het gelukkigst bent als je in een van je hotels bent. Ja, dat klopt. Uh, op de werkvloer. Uiteindelijk, uh, wij, uh, <coughs> wij doen het allemaal voor klanttevredenheid. En als je dan de teams bezig ziet om dat te bewerkstelligen... dan zie je dus een heel veel concentratie in de ontwikkeling en de efficiëntie... en wie we zijn en wat we willen uh, 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 aan services willen verlenen... En dan uiteindelijk zie je die, die interactie tussen de medewerker en de gast. En daar gebeurt het. Uh, ja, dat is het allerleukste om daarbij te zijn. Hoeveel keer per jaar slaap je in zo'n je eigen hotels? Nou, heel veel. Meer ja, ja. Ja, dan de helft van het jaar? Uh, nou, de helft van het jaar weet ik niet, maar de helft van het jaar reizen absoluut. Maar uh, ja, als de hotels nog in ontwikkeling zijn, proberen we zoveel mogelijk bij de competitie te slapen, natuurlijk. In de buurt waar je een hotel aan het ontwikkelen bent. Um, wij hebben uh, de standaard huisregel dat als we vol zijn, dan gaan we zelf ergens anders slapen. Uh, dus is het mogelijk bij ons uh, door beschikbaarheid fantastisch? Maar zo niet, dan, uh, dan is het goed ook om te zien wat anderen doen. Want je hebt inmiddels hotels in New York, Londen, Taipei, all over the place. Uh, als je dan <laughs> ergens binnenloopt, weet iedereen gelijk dat jij de medeoprichter bent? Want er zijn inmiddels zoveel medewerkers die er rondlopen. Nou, ik, ik denk dat... Ben je uh, een soort mystery guest geworden? Nou, nee, nooit een mystery guest. Want ik vind dat dat, dat, dat hoort niet. Iedereen moet uh, hetzelfde kunnen bieden. En, en de, zowel op service als, als uh, uh, de kwaliteit moet altijd gelijk zijn. Dus we houden niet van mystery guests. Gewoon alles boven boord. Maar ik denk dat um, ze kennen mij wel. Omdat ik uh, betrokken ben bij de operations. En vooral ook bij de start-up van, uh, van ieder hotel... Ben ik erg betrokken bij die casting die hij al uh, een beetje uh, benoemde. Namelijk, toch, je bouwt een, een, een gebouw. en uiteindelijk uh, de service wordt verleend door het hart wat in dat, in, dat, in dat koude gebouw moet zitten. En dat hart brengen we erin door, door middel van de medewerkers. die eindverantwoordelijk worden voor de gasttevredenheid. Je noemt ze ambassadors. Yes. Ja, ambassadors. Wat komt dat vandaan? Nou, omdat wij vinden dat als jij binnenloopt en uh, een medewerker van Citizen M loopt naar jou toe, dan zijn zij Citizen M. Dus dat is een beetje een ambassador uh, rol. Dus een, een ambassador van een land is dat land uh, in het buitenland waar ze representeren. En uh, ambassadors bij ons zijn verantwoordelijk voor gasttevredenheid. En ze kunnen je ontvangen bij, uh, bij check-in check-out, maar ze kunnen ook een. Uh, een Barista kop koffie voor je maken 's ochtends of een cocktail uh, voor je maken 's avonds, um, maar uh, vooral is die interactie en, en het ontvangen daar een heel groot uh, component van. Hoe, hoe, hoe verschilt het van een traditioneel hotel waar je dan binnenloopt, je loopt naar zo'n baai? jullie check-in is mega snel. In één minuut ben je erin of ben je weer eruit. Dus ze zijn niet nodig voor dat check-in proces, maar bij een traditioneel hotel loop je naar de balie toe en daar staat ook iemand die dat hotel vertegenwoordigt. Uh, ze zijn niet nodig en ze zijn wel nodig. Ik denk dat uh, techniek vandaag aan de dag uh, ja, is een extensie van onze armen, onze mobieltjes, alles wat we doen. Dus als techniek goed werkt en uh, we hebben dat gezien bij de airlines, we kunnen makkelijk in- en uitchecken en je hebt een appje en een, een QR-code en nou dan is het allemaal klaar. Dat willen we heel graag. Maar als je ergens binnen loopt en je kent de omgeving niet, is het ook leuk om een glimlach te hebben en te zeggen, hi, how are you? En ik denk dat, dat uh, uh, de gastinteractie en die touchpoints zijn belangrijk. En, uh, wij... en hoe verschilt dat van een traditioneel hotel? Stel, nou, stel, dat... stel je loopt het. Uh, het Amstel is dan wel weer gelijk een groot voorbeeld. Je loopt. Uh, nou, waarom niet? Ik, uh, nee, het Amstelhotel. Hoe verschilt dat? Nou, ik denk dat. Uh, Iedereen in de hotelbusiness zegt ik ben uh, gastcentric. Gascentric. Ja. Ik, ik doe het allemaal voor de gast. En dat, dat geloof ik ook zeker. Maar wat je heel vaak ziet is dat er heel veel processen zijn ingeslopen over tijd. Die eigenlijk de gast niet zo centraal stellen. Dus een check-in en check-out. Ja, administratief bent, proces eigenlijk. Ja, administratief. En dan sta je in zo'n rijtje te wachten tot iemand in zo'n scherm kijkt. En dan je creditkaartje nog pakt en dit en dat. En, en, wij het regelen het gewoon. Je, ja. ja, wij regelen het allemaal veel eerder. En ik denk dat dat uh, in, in modern reizen, vooral een frequente reiziger, waarvoor wij uh, onze keten hebben gebouwd. Uh, die zijn gewend om alles gewoon even online te regelen. En tussen, tussen alle bedrijven door, hebben die alles gecontroleerd. Dus het check-in. Is puur even het contact en even de Kamersleutel. Terwijl dat ook zelfs met het mobieltje zou kunnen. Maar uh, waar het om gaat, is toch nog even dat contact te hebben bij heel veel. Hotels, zie je dat het nog een administratieve taak is. Het is puur en dan heb, welkom heten. Ja, en dan heb je dus geen controle over je tijd meer. En dat is iets wat allergisch werkt bij, uh, bij frequente reizigers, die controle willen hebben over iedere minuut die ze hebben. En die plannen ze. Even naar die gast toe. Wie, wie is jullie gast? Nou, de frequente reiziger, dus iemand die uh, laten we zeggen 7500 dagen per jaar uh, op stap is. En of dat nou zakelijk of privé is, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat zijn toch mensen die wat meer uh, bekendheid hebben met het verblijven in hotels, zich daar comfortabel in voelen en zeggen van hoe moet ik in de reis staan? Ik wil alleen maar een, een flesje water kopen. Ik hoef niet het hele Tierlantijntje in een restaurant te zitten. Uh, ik wil gemakken hebben. Ik wil een efficiënte kamer hebben waar ik een heerlijk king size bed heb met een een safe en gigantische wifi. Maar ik wil niet overal voor betalen. En uh, dan, ja, co-working en co-living is toch wel een, een, een nieuwe trend. En dan vind ik het heerlijk om gewoon beneden in de living room te zitten in plaats van in zo'n lobby of in een restaurant een uppie. Dus wij hebben het concept aangepast aan die frequente reizigers. En die vinden eigenlijk bij ons 100% wat zij willen. Maar je hebt ook mensen die gaan echt een uitje hè? naar een hotel in een vreemde stad. Ja, maar ik denk dat dat voor alles is wat. Dus als jij een een, een romantische trip maakt en je wil iemand uh, imponeren, ja, dan moet je ergens een grote suite nemen met heel veel uh, kristallen kroonluchters. Dat zijn wij dan niet. Maar wil je efficiënt een, een, een weekend weg... en een goede prijs voor een, een leuk inspirerend hotel hebben... maar wat niet helemaal uh, de portemonnee doet uh, exploderen... ja, dan, dan zit je bij ons veel beter. Ja, was ik wel weer. Dat een pasgetrouwd stel op een gegeven moment bij jullie was aangekomen... en daar hadden de medewerkers de hele hotelkamer van met ballonnen gegooid. Dus het kan wel. Ja, ja, ja we <laughs> vinden dat sowieso leuk om, om random respect. acts of kindness te doen. Dus als we ergens een mogelijkheid zien om iets speciaals voor mensen te doen... dan doen we dat graag. Die, nog even terug naar die cultuur. Die mensen, zeg je, dat, dat maakt eigenlijk het verschil. Uh, het, dat maakt misschien ook jullie concept moeilijker kopieerbaar. Gaan we gaan zo meteen nog heel even naar dat high-tech aspect toe. Ja. Um, die, die mensen, hoe vind je dit soort mensen die gasvrijheid ademen? Traditioneel dus nou, ja. gezien ga je dan naar de hotelschools toe? Ja, ik, ik denk dat uh, veel uh, hotels uh, uh, bekwame vaklieden nodig hebben, omdat ze een heel standaard proces hebben wat uh, hun servicepropositie is. En bij ons is de servicepropositie... De, de harde eigenschappen kunnen wij ze zelf leren. En uh, waar we dus ons op focussen, vooral in die casting days... niet in een interview, maar door samen met ze workshops te doen... zien we uh, de eigenlijke karaktereigenschappen van die medewerker... als zij al vergeten zijn dat ze op een interview zijn. En dan wat, kun je... Wat, 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 je, het, je hebt niet meer het... Traditionele sollicitatiegesprek. Nee. Michael, welkom. Wat, wat doe je hier, et cetera? Casting, days. hoe werkt het? Nou ja, je wordt uitgenodigd. Uh, ogenschijnlijk voor een traditioneel interview. Maar het is veel meer gericht op uh, workshops die je samen doet, waardoor je de sociale vaardigheden van mensen ziet. En in dat proces is het veel makkelijker om te zien hoe ze zich uh, ontwikkelen en hoe ze service zouden verlenen. En bij ons uh, zijn de medewerkers uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de service. Dus het is uiteindelijk jij loopt binnen en je wordt ontvangen in hun huis. Zij zijn eindverantwoordelijk en de rest van de organisatie support ze Ja. En uh, doordat ze eindverantwoordelijk zijn, zie je dus uit hun karaktereigenschap of ze capabel daartoe zijn. Zijn ze spontaan? Zijn ze degene die dat ook op een natuurlijke wijze doen? En dat je niet wordt begroet dat je have een nice trap, sir. Maar, hi, how are you? En als je er moe uitziet, wait, don't move. En komt er even een kopje koffie, komt er even wat bij om, om je op te vrolijken. Dus een veel uh, een, een, een natuurlijke band creëren op een heel uh, uh, plat niveau natuurlijk. Maar dan dus, nou heb je zo'n casting day, bijvoorbeeld in Amsterdam. Ik kan, ik kan me voorstellen dat je niet iedereen overal ter wereld hier naartoe vliegt. Dat ze lokaal worden georganiseerd. Altijd lokaal, ja. Dan komen mensen binnen. Grote ruimte, want het is niet één op één, hè. Het is, het is in groepsverband. Ja. En dan. Ja, nou dan, dan hebben we een programma voor ze van ongeveer 4, vier, 4,5 vier uur. En nemen ze door het programma heen en wij observeren uh, de verschillende activiteiten waar ze aan deelnemen. En, uh, kan je een voorbeeld uh, geven? Uh, nou, liever niet, want uh, <laughs> het is natuurlijk toch wel een, 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 een proces wat we zelf ontwikkeld hebben. Maar je moet je voorstellen. Dat als mensen participeren in verschillende sociale settingen, dan zie je hun karaktereigenschappen naar boven komen op een natuurlijke manier. En ze zijn dus aan het interacteren en weten ook niet waar wij wel en niet voor zoeken. En uiteindelijk uh, is het niet zozeer dat er slechte mensen tussen zitten, absoluut niet. Maar je kunt veel meer mensen eruit halen die in ons soort cultuur uh, beter functioneren en die de verantwoordelijkheid nemen. En die dat natuurlijke contact kunnen pakken met de gast. Dat, dat is wat we zeker uh, proberen te doen. En wat voor, wat voor mensen zijn er? Die hebben niet per se een hotelachtergrond dan? Nee, dat hoeft absoluut niet. En uh, bijvoorbeeld in, in Amsterdam. Uh, ja, leuk als je Nederlands spreekt. Maar dat is ook geen uh, vereiste. Hoeveel mensen blijven er over na zo'n casting day? Nou, is het dan echt een hangt natuurlijk dan een beetje af van de opkomst ook. Maar ja. ik denk dat je uh, kunt zeggen dat nadat we een casting day hebben gedaan. hebben we nagenoeg het hele team waar we mee beginnen. En die initiële casting days, dat is echt belangrijk voor ons. Daar, daar, he, dat hart waar ik het over had, dat plaats je in het, in het hotel. En dan hebben we een heel immersion programma van een maand. om hen daadwerkelijk uh, klaar te hebben om de gasten te ontvangen. En dan per cluster, want we hebben vaak meerdere hotels in een stad. Hebben we dan maandelijks een casting day. Waarbij we uh, talent uh, naar ons toetrekken. En dan pas besluiten in welke hotels ze, ze komen te werken. Je hebt het bedrijf opgericht met de andere grote Nederlandse ondernemer. Ratja, Ratan Chadda. Spreek ik het goed uit volgens ja, mij? Ratan Chadda. Ratan ja. uh, bekend geworden van Max, kledingmerk. Ja. En uh, samen met zijn zoon Robin vormen jullie volgens mij het, het, het driekoppige founding team. Zeg ik dat zo goed? Nou, er zijn, er zijn, uh, het is een grotere groep. We, ja. we hebben een, uh, een team waar we eigenlijk mee zijn begonnen vanaf dag één. En ik denk dat je moet denken aan een man of tien... Uh, waar ieder uh, zijn of haar uh, specialisme heeft bijgedragen. En uh, natuurlijk, Rattan speelt een hele grote rol in ons bedrijf... als uh, chairman en als, als entrepreneur puur zang, ja, zonder hem was het nooit gelukt. Maar ik denk dat... Waar uh, merk je zijn kracht in? Want je, je zou kunnen zeggen dat hè, een, een succesvol kledingmerk opzetten... is geen garantie voor een succesvolle hotelketen. Maar blijkbaar heeft hij een soort ondernemersgen... Wa waardoor dat ook lukt. Nou, ik, ik, ik denk dat je naar het juiste zoekt. Uh, Radan is capabel om, om teams bij elkaar te brengen... waar die teams daadwerkelijk... Uh, uh, zichzelf overstijgen door de samenwerking en door het aanvaarden van specialismen en het vertrouwen te creëren. waardoor zo'n team keihard hun best kan doen en, en goed werk kan leveren. Dus het is zeker niet uh, Radan alleen. Het is zeker niet uh, ik of Robin. maar het is een team, denk ik, van tien mensen. die uh, een gigantische contributie hebben geleverd. in alle specialismes die we hebben, waardoor totaal. Uh, uh, goed gelukt is, ja. Als je kijkt naar jouw eigen rol en die van de andere mensen in dat team, waar, waar ligt jouw specialisatie als COO? Nou, ik, ik ben de, de, de hotelier, dus er, er moest ergens wel iemand weten hoe je een kop koffie <laughs> maakt en een eitje bakt. Dat weet jij. Dat, dat, dat ben ik. Um, en ik denk dat, uh, dat mijn bijdrage zich meer heeft gespecialiseerd op het bouwen van die cultuur in de hotels. Dus hoe kun je nou uh, gastenvredenheid consistent uh, aanbieden, uh, ongeacht in welk werelddeel dat is, om welke omstandigheden. Dus de en... casting days komen ook uit jouw koker? Ja. ja. En toen je dat pitchte tegen Ratan en de andere uh, uh, mede-oprichters, mede nou, zei ja, ze daar... toen eerst <laughs> Michael, waar ben je aan begonnen? Nou, ja, daar is dus weer dat, dat, dat mooie spel, is dat waar je specialisme hebt, neem je je eigen bevoegdheden en je eigen verantwoordelijkheden ja. en automatisch Helpt dat team jou bij, bij wat je nodig van hen hebt? Dus als je misschien dus niet overtuigd Als je eerste opname en wat, 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 wat crazy ID hebt, dan kan dat gewoon. Ja. ja, en je hoeft het ook niet uit te leggen, je hoeft het niet te verantwoorden. Je, je bent gewoon met je, uh, je eigen wijk bezig, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar uh, je, omdat je daar je kennis zit. En we, we meten natuurlijk wel heel erg wat je aflevert en of het succesvol is, of het herhaalbaar is. Of de kwaliteit erin zet. Maar uh, het is dus uh, de groep, heeft zijn specialisten, en die specialisten uh, zorgen voor hun eigen vakgebied. Jullie hebben 750 miljoen euro opgehaald, onder meer bij het, bij het uh, staatsfonds van Singapore, die heeft er ja. een, 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 een 25% gekocht van jullie en van APG, het pensioenfonds dat er al in zat. Ja. Wat gaat ermee gebeuren? Waar ga je het in investeren? Nou, uh, in zoverre er, gaat er niet zo heel veel veranderen. Uh, we hebben vanaf dag 1 uh, KRC en APG die samen uh, de investeerders waren. En, dus nu, uh, en daar zijn we heel blij om GIC als, als derde uh, investeerders uh, bijgekomen. En je moet het zo zien dat uh, wij zijn een kapitaalintensieve organisatie zijn. Waardoor we uh, een, een, een goede gevulde portefeuille nodig hebben... om beslissingen te kunnen nemen op de juiste momenten. En die groei door te kunnen voeren. Als locaties komen die opportun zijn, waar je het liefst gewoon gelijk zou willen installeren. Klopt, dus, dus dat is belangrijk voor ons om, om daar een stabiliteit in te hebben dat we door kunnen groeien. Maar qua bedrijf uh, verandert er eigenlijk niet zoveel. Uh, het is hetzelfde team wat dat blijft voortzetten. En uh, de commitment uh, naar voren toe van de 750 miljoen stelt ons in staat om, om met dezelfde snelheid te blijven groeien als de afgelopen jaren. Wat is nog jouw droom? Waar zou je met het bedrijf heen willen? Nou, ik denk dat, uh, dat uh, je begint met een concept en dan moet je dat concept eerst... Proeven uh, maken? Ja, proven maken. Maar het is eigenlijk moet geaccepteerd worden door de gast. Die moeten zeggen van, wacht, wacht even, dat wil ik. En dan de tweede stap is, je, je wil een brand worden, je wil een merknaam worden waar... waar herkenbaarheid en loyaliteit aan, aan, aan vast komt te zitten. Dan heb je een bepaald volume nodig om uit te groeien en dat te doen. En dan denk ik dat je volgende streven is om dat te institutionaliseren. Zodat eigenlijk het bedrijf zelf een, een krachtige uh, wetgeving intern heeft, waarbij externe factoren of nieuwe factoren uh, door, het, door het bedrijf zelf worden gemanaged en op de rails blijven. Ik geef altijd Disney als voorbeeld. Walt Disney is al jaren uh, uh, niet meer onder ons. Maar dat bedrijf, daar zijn iedere dag mensen mee bezig om, om dingen toe te voegen. Er wordt nooit wat afgehaald. En dat is institutionalisering. En dat is denk ik wel de grote volgende wens. Ja, want je bent inmiddels 60. Je zou het niet zeggen. Kan je stellen dat Citizen M je levenswerk is... Of komt er hierna nog iets anders uit te koken? Nou, de ik, ik, ik denk zeker is het niet mijn levenswerk. werk. Het is echt een cumulatief uh, werk wat we hebben neergezet. Uh, mensen vragen soms, ben je trots? Denk, nou, trots is eigenlijk iets als je denkt dat het van jou is. En ik denk dat, uh, dat ik uh, mij erg gelukkig prijs om onderdeel te zijn van, uh, van een team en daaraan bij te kunnen dragen. En gezamenlijk kunnen we trots zijn op wat we hebben bereikt. Maar uh, het is zeker niet uh, het werk van één persoon. Het is het werk van vele personen. En uh, dan leggen we niet op de weegschaal wie wat doet. Het is echt een collectief. Michael, mag ik je hartelijk danken voor dit mooie gesprek? Hartstikke, dank je. En jullie bedankt voor het kijken. Wil je nou meer gave ondernemersverhalen zien? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. of ga naar 7dtv.nl. Graag tot de volgende keer.